Goedemiddag allemaal. Nou, we gaan weer verder met deze kaart. Nou, ondertussen heb ik deze al afgeborduurd. Ik heb de oogjes en de mondje eruit gelaten. Dus het is nou één stuk. Ik heb deze al uitgestanst. En deze waren nog van vorige keer, maar daar heb ik nou twee blaadjes bij uitgestanst. Die we erop gaan plakken. En we doen het allemaal hierop. En de tekst heb ik ook uitgezocht. Een hele leuke. Gaan we even de tape erop plakken. Het enige wat ik straks moet doen, is even mijn schaartjes schoonmaken. Zo. Even goed aanwrijven, want je zit op de dikke van de beduurgaren. Zo, die is klaar. Nou, deze is ook ondertussen losgelaten. Die dingen laten bij mij elke keer los. Daar baal ik wel van. Maar dat is niet erg. We gaan gewoon door. Ik werk liever met smalle tape en met 6 mm tape. 9 mm vind ik te veel tape. Helaas. Dat vind ik wel jammer. Dat werkt niet bij mij. Dus ik heb liever minder tape om mee te werken dan met die hele brede tape. Die is ook klaar. Nou, daar moet ik alleen eventjes twee dropjes dinges op doen. En dan gaat die hier. En die daar. En dan erop. Nou, deze gaan we loshalen, de beschermlaag. Zo. Beter van deze kant afhalen. Zo. Mijn tape. Mijn lijn. Zo. Gaan we goed aanwrijven, even een paar keer rond. Kijk, want het laat ook weer los. Zo, deze is klaar. Gaan we nou de achterkantje vanaf halen. Zo, gaan we ook weer met lijm eroverheen. Lekker in het midden. Kijk, doe ik in het midden van de kaart. Beetje lijm hierop. Even kijken. Zo. En hier een beetje lijm op. Kijken hoe die moet. Oh. En dan wil ik hem zo, ja.
Kijk, dan ga ik deze laagje eraf halen. Zo. Doe die daarop. Dan gaan we even de tekst pakken. Kijk waar ik mijn blokje heb. Heb ik hier mijn papiertje. Net als die gele. Zijn allemaal die gele? Nee, deze gaan weer terug. Hier heb ik een witte. Geniet. Even kijken hoor. Gefeliciteerd gaan we gebruiken. Is wel lachen. Even kijken, mijn inkt heb ik. Zo. Deze kan ook weer terug. Een klein schaartje even deze losknippen. Even eromheen knippen. Dat ik hem leuk kan opplakken. Zo. Die is ook klaar. Tapejes pakken. Mijn foamtapejes zitten er niet in. Zitten ze nog niet hierin misschien? Oh, die zaten nog in mijn bak. Ik gebruik 1 mm. Dikker niet. Vind ik niet mooi. Deze af. Nou, die wilde niet af. Nu wel. Deze gaan we daarop plakken. Even kijken. Jammer dat ik geen rood heb. Maar dan doen we goud. Want ik heb hier ook een beetje goud erop zitten. Zo. Nou moet ik hem even lekker laten drogen. Hij is nu klaar. Ik kan hem even dit opruimen. Dan kan ik het even laten zien. Kijk, hij is nu klaar. Ik vind hem zo wel leuk. Komt nog een standaard bij. Die moet ik nog even tekenen. En dan is hij te koop. En morgen gaan we weer proberen een filmpje te maken als ik op de Zwarte Markt ben. Dat lijkt me ook wel eens leuk. Want ik ga morgen naar de Zwarte Markt. Ik ga morgen een nieuwe radio kopen. Radiobox. Voor muziek te draaien, weet je wel. Die gaan we morgen even doen. Zo, die gaat hierop. En dan gaat die hierbij. Ik wil ook van de week. Ik denk van de week. Ik moet even kijken wanneer we dat doen.
Sinterklaaskaarten maken. Ja, dat kunnen we ook doen. Wat doen we dan van de week? Nou, deze kunnen opgeborgen worden. Deze ook. Deze twee kunnen hierin. Die kunnen. Wat vinden jullie daarvan? Sinterklaas. De patroontjes heb ik op de groep staan van Kruisteekborduren. Daar staan patroontjes op van Sinterklaas. Nou, daar wil ik dus wat mee doen. Daar wil ik van de week mee beginnen. Ik denk dat ik maar een paar kaartjes ermee maak. Nou, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Morgen ga ik proberen een filmpje te maken die ik hier zet. Vanaf de Zwarte Markt. En bedankt voor het kijken en tot morgen. Nou, heb ik vertraging? Ja.